ben Lucas Sloot, beeldend kunstenaar. Ik werk veel met hout, maar ook wel digitaal. En heel lang heb ik groot gewerkt en ik ben de laatste tijd ook wat kleiner bezig, ook qua objecten en installatie. Ik zit in het residentieprogramma en wat daar wel interessant in is, je werkt dus ter plekke, dus je gaat het werk daar maken. Maar je neemt wel ideeën mee natuurlijk en dat zit hem ook in het materiaal wat ik vaak gebruik, in het hout. Maar ook in het omgaan met de natuur en in dit geval dan heel erg de bomen. Waar ik vaak een beetje op uit ben met mijn werk in het algemeen is dat je dingen kan voelen. Dat je kunt verbinden met waar je bent eigenlijk en hoe dat voor je is. Je bent natuurlijk zelf een soort van identiteit die overal doorheen beweegt. Maar de zingeving zit hem eigenlijk in hoe jij je verhoudt naar anderen, maar ook hoe anderen naar jou verhouden. De invloeden die je op elkaar hebt, laten je een soort van zijn, denk ik.